Bij groene energieproductie focust het beleid vaak op de grote spelers in de energiemarkt. Zij zijn wel geïnteresseerd in hernieuwbare energie, maar hebben minder interesse om de sociaal-economische voordelen te delen met de betrokken gemeenschap. Deze groep zit al te vaak met de lasten zoals de slagschaduw van windmolens, terwijl de winsten bij de energiemaatschappijen terechtkomen. Burgers keren zich hierdoor sneller tegen grootschalige initiatieven van hernieuwbare energie, terwijl hernieuwbare energie nu net toelaat dat burgers zelf energie produceren en zo ook genieten van de voordelen van de energietransitie. Het platteland en de landbouwers op het platteland hebben daarvoor heel wat troeven. ECHO is een Noordwest-Europees Interreg-project en staat voor Creating Local Energy Community Cooperatives. ECHO wil meer hernieuwbare energieprojecten met participatie van burgers en ondernemers in Noordwest-Europa creëren, de bestaande ECHO's efficiënter maken en beleidsmakers overtuigen. Het project start met de verzamelde expertise van 9 bestaande ECHO's die tijdens de projectperiode fungeren als een voorbeeldbaken om inspirerend te werken voor toekomstige ECHO's en beleidsmakers. Door de oprichting van een ECHO-acceleratornetwerk zorgt het project voor samenwerking, waarbij kennis, ervaring en tools worden samengebracht over heel Noordwest-Europa. De kennis is beschikbaar op een platform waar burgergemeenschappen, ondernemers, landbouwers of beleidsmakers terecht kunnen voor inspiratie, ondersteuning en begeleiding bij de opstart van een ECHO. Uiteindelijk willen we 50 nieuwe ECHO's helpen in hun opstart en groei. Wil jij zelf een ECHO starten? Of contact opnemen met een van de partners of Beacon ECHO's? Surf snel naar www.nweurope.eu/echo.